Woord geven aan Erik Binsberger. Ja, dankjewel. Ik dank Volk natuurlijk erg voor de uitnodiging om. En ik vind het ook erg een goede zaak dat Volk het basisinkomen als discussiethema in deze reeks heeft opgenomen. Ik zal er ook wel voor pleiten aan het eind van mijn verhaal om het basisinkomen op de Volt-agenda een beetje hoog te gaan neerschrijven. Maar goed, dat straks nog even. Precies 5 jaar geleden ben ik met het basisinkomen in aanraking gekomen. Via via hoorde ik van een meeting van de landelijke vereniging ergens in het zuiden van het land. En het was geloof ik zowel een ledenvergadering als ook een beetje een soort promotiebijeenkomst. Om daar mensen te spreken en aan te trekken van buiten die er nog nooit mee van gehoord hadden. Om die daarvoor warm te maken. En ik moet zeggen, dat is hun toen goed gelukt, bij mij in ieder geval. Waar ik me van begin af aan een beetje hard voor heb gemaakt, is dat er naast de landelijke vereniging ook op lokaal niveau groepen zouden ontstaan die zich daarmee zouden gaan bezighouden met het basisinkomen. En ik woon in Amsterdam en ik heb dus met behulp van de vereniging een aantal mensen toen aangeschreven of die op dit Amsterdamse niveau bij elkaar wilden komen om het basisinkomen verder in de regio te verspreiden. Nou, we hebben zo'n 20 leden. Dus 10 is een beetje, zijn ongeveer de harde kern, zal ik maar zeggen. En de andere 10 die wisselen wat van samenstelling door de tijd heen. We doen van alles. Moet ik er even bij zeggen dat we ook behoorlijk gesupport worden door net zo'n huis als hier. Een huis van de wijk in de rivierenbuurt. Daar kunnen we 2 maandelijks voor niets vergaderen, krijgen koffie en thee en nog een drankje toe. Af en toe worden we geholpen met het maken van flyers, wat we doen, of op een andere manier. We hebben ook inmiddels een eigen Facebookpagina, en waar ik jullie graag nog even naartoe wil verwijzen. Basisteam Basisinkomen Amsterdam. En als je dat googelt, dan kom je op onze Facebookpagina terecht. De Landelijke Vereniging heeft ook een website, maar ja, daar liggen nog wat kaartjes waar jullie daar kunnen zien hoe je daar terecht moet komen. Ja, dat was mijn intro. Verder, nou ja, het basisinkomen, het is al een paar keer gedefinieerd, hè, door alle omstanders. Universeel, nou ja, ik geloof dat je niet veel meer dan 18 jaar moet zijn voordat je dus maandelijks een vast bedrag uitgekeerd krijgt. Het is individueel, dus het komt op je eigen rekening. Ieder individu die in dit land woont en 18 jaar is, nou ja, af en toe wordt er nog wel wat gesproken over paspoorten en 5 jaar woonachtig in Nederland en weet ik veel. Maar goed, dat laat ik nou maar even hier in het midden. Die krijgen dat basisinkomen. Het is onvoorwaardelijk, hè? Het derde criterium. Of je nou miljonair bent, een hoogleraar zoals hier naast mij, of een arme drommel die zelfs geen bijstandsuitkering heeft, zolang je hier in dit land woont, dan komt dat basisinkomen op jouw rekening. En tenslotte de hoogte. Nou, wat nog wel een beetje een discussiepunt is, ook in de vereniging en herhaaldelijk, dat over die hoogte, er is een definitie dat het hoog genoeg moet zijn om bazaal door het leven te kunnen gaan. Maar dat wordt nog wel eens op wat verschillende manieren berekend. Misschien zou je kunnen zeggen, dat getal is net ook al genoemd, dat het gemiddelde zo rond het AOW-bedrag ligt. We gaan er ook vanuit dat we een AOW-uitkering nu voor alle mensen vanaf 18 jaar zouden willen doen invoeren. We zeggen er ook vaak nog bij belastingvrij.
dat komt ongeveer neer op, althans wat betreft de inkomsten, hè, inkomstenbelasting. Dus pakweg zo'n 15 mil belastingvrij naar iedereen toe. En daarna kan je doen wat je wil, ervan leven of niet. Er zullen ongetwijfeld, denk ik, wel wat overgangsmaatregelen ook nog nodig zijn. Omdat dat soort bedragen waar Bas Jacobs het over had, mensen die nu in een WAO zitten en in een BW-uitkering. Er zal dus een soort transitieperiode ook hiervoor wel nodig zijn. Maar goed, dit is het uitgangspunt. Over de financiering heb ik verder niet zoveel lopen nadenken. Ik wilde daar ook niet, ik wilde daar ook niet zo erg om ingaan. Het is wel zo dat ik in ieder geval denk dat de vermogensbelasting wel eens wat omhoog zou kunnen gaan. En dat dat zonder veel al te morren zou moeten kunnen plaatsvinden. Wat ik wel erg wil op ingaan, en daar word ik ook wel hierin gesteund. Met name door de twee voordrachten van de heren. Dat wat mij elke keer weer opvalt is dat als er over werk wordt gesproken, waar gaat het dan over? Het gaat altijd over betaald werk. Het is nooit eens een keer over datgene wat alle vrijwilligers doen, alle mantelzorgers doen. Wat die huisvrouw, die werd al genoemd, tegenwoordig ook die huisman allemaal doet. Vraag ik aan mensen, doen die mantelzorgers wat? Werken die wel? Die voetbalcoach die 3 avonden in de week zijn pupilletjes traint, noem maar op. Werken die? Ja, nee, die werken, ja. Maar goed, geen inkomen, hè? Niemand heeft daar een inkomen. Soms een vrijwilligersvergoeding, maar dat mag ook niet al te veel zijn. En ik heb het idee dat met het basisinkomen dat onderscheid tussen betaald werk en niet betaald werk, dat daar dan iets mee kan gebeuren. Het is de commissie Regeling van Werk, die eind januari met haar eindrapportage komt, ook wel de commissie Borstlap genoemd, die heeft begin najaar heeft zijn interim rapportage in Nederland doen verspreiden. En op zich heel goed en stelt iedereen de gelegenheid om daar commentaar op te geven. Ik heb dat uitgebreid gedaan, juist op dit punt. Want deze commissie praat over regulering van werk. En het enige wat ze doet is daar de arbeidsmarkt, vraag en aanbod van de arbeid. En het gaat altijd weer over betaald werk. Ik zou zeggen, economen, probeer eens wat inclusiever met het begrip werken om te gaan. En daar dus zowel over betaald werk als over niet betaald werk. En dan is te proberen om plaatjes te maken over waar het hier in Nederland en eventueel andere landen naartoe zou moeten gaan. Dat punt wil ik wel van harte maken. Wat had ik nog meer? Ja, ik dacht aan wat voorbeelden nog. Waarbij ik dan met name een beetje wil denken in termen van ja, het individu en de groep, de kleine groep, de wijk. En de maatschappij. Ja, individueel zal het dan straks inderdaad zo zijn dat die 18-jarige op zijn bankrekening een enorm bedrag ziet verschijnen. Althans, voor een aantal van hun. Sommigen zijn er misschien al aan gewend, dat weet ik ook niet zo precies. En die moeten dan beslissen hoe ze dat meegaan wegen in datgene wat ze gaan doen. Verder reizen maken, studeren. Het financieringsprobleem studie wordt dan ook al een stukje opgelost. Gaan ze betaald werken om een extra inkomen te genereren? Of sluiten ze om een tijdje maar eens even nog niks te doen, het tussenjaar te nemen en misschien hun arme vader of moeder die ziek is of opa en oma wat bij te staan als mantelzorger? Er zijn natuurlijk ook, ik bedoel, die kanten worden ook nog wel eens belicht. Er zijn natuurlijk ook mogelijkheden om te denken van, nou, ik heb een bedrag, dus ik kan allerlei leuke gadgets gaan kopen. Hè, en aan het eind van de maand blijkt opeens dat wat ik allemaal aangeschaft heb, dat mijn bankrekening niet dekt. En als daar maar nog wat mee doorgaat, ja, dan moeten ze weer bij de schuldhulpverlening aankloppen. Maar goed.
mag natuurlijk niet te veel nadelige dingen doen rondom het basisinkomen. Ik wilde het nog even aangeven. Ik herinner me zelfs dat iemand van jullie mij nog vroeg van, ja, mensen met het basisinkomen, ik heb ook allemaal tijd om hele nare ideeën te gaan uitwerken en die vervolgens aan het Nederlandse volk te gaan verkopen. Maar goed. Of hele goede, zoals Paul. Ja, ja. Was jij? Nee. Oh. Dat wou ik zeggen. In groepsverband, wat kan ik daar aan zeggen? Op lokaal niveau wijken, bewoners kunnen initiatieven bij elkaar vegen, delen van het basisinkomen of een gehele basisinkomen inzetten om woningbouwprojecten te creëren, circulaire landbouwprojecten aan te pakken. Dat soort mogelijkheden komen ook omhoog. En nog eenvoudiger, families kunnen denken, als we al onze familieleden bij elkaar optellen, dan is het misschien nog wel mogelijk om ergens een soort woongemeenschap in deze hele dure woningmarkt op te richten, terwijl dat toch betaalbaar is voor ons. De maatschappij, wat doet die? Die heeft opeens te maken met het feit dat het basisinkomen is gekomen. En ze constateren dat er een behoorlijk stuk bureaucratie is verdwenen. Sociale diensten lopen met taken rond die er niet meer toe doen. De UWV wordt gedecimeerd, het hele toeslagenstelsel kan voor een groot deel de prullenbak in. En er zijn ook talloze ambtenaren die eigenlijk dus zonder werk zijn op dat moment. We kunnen ze dus, ze hebben inkomen, basisinkomen, maar ze kunnen dus op straat gezet worden. Hè? Maar misschien zijn ze ook wel een beetje om te scholen of te gebruiken om handhavingstaken op het gebied van milieu te gaan uitoefenen. En misschien zijn er ook wel een aantal geschikt om de handen aan het bed of de assistentie in het onderwijs te gaan verrichten. En zelfs misschien wel te helpen bij burgers om te leren omgaan met het basisinkomen. Dus met andere woorden, ik zie wel wat mogelijkheden dat daarin dus een klimaat en een stelsel en een situatie ontstaat waarbij wat meer de dingen die er werkelijk toe doen aangepakt kunnen worden. Eén ding wat ik ook nog wel wilde melden is dat ik heb wel gemerkt dat in de tijd dat ik dus in die basisgroep in ons Amsterdamse bezig ben, ook met het flyeren, dat als je dan staat bij het pauperparadijs of zo in Carré, wat daar was, en daar hebben we geflyerd. Je vindt altijd wel mensen die heel belangstellend zijn. En die hebben er ook wel van gehoord. En ze hebben een heel aantrekkelijk idee. Je deelt ze fruit, ze nemen het mee. Maar ik moet wel constateren dat met onze basisteam, dat de grote aanklang en masse door het Nederlandse volk, die vindt niet plaats. Hè? Het is een leuk initiatief en er is een behoorlijke schaal van mensen die nu wat probeert te doen. Maar ik ben een jaar lid geweest van de Partij van de Arbeid. Ik heb een paar keer geprobeerd om het daar op tafel te krijgen. Het blijkt in de politiek toch behoorlijk lastig te zijn om het basisinkomen idee in ieder geval op een flinke prioriteitenlijst te krijgen van de agenda. Maar tegelijkertijd, zoals je dan nu ziet, dat en de ecologie en de CO2-uitstoot en de landbouw en al dat soort grote thema's die op het ogenblik best wel veel beweging losmaakt in Nederland, dat het eigenlijk een heel goed idee zou zijn als dat soort stromingen met elkaar verbinding maken en dat dat basisinkomen daar ook in een rol krijgt, neemt en krijgt, ook van de anderen, waarbij er iets van een combined energy zou ontstaan om werkelijk nu enige stappen vooruit te zetten tegen het ongebreideld kapitalisme wat nu aan de hand is,
de ongelijkheid die alleen maar toeneemt, et cetera. Mag ik u vragen af te ronden? Ja, ik ben klaar. Oh, dus,